Amsterdam-Oost, 7 september vorig jaar. De autistische en aan schizofrenie lijdende Cyprian Broekhuis wordt door twee agenten neergeschoten in zijn woning. 6 kogels heeft hij in zijn buik gekregen. GGZ-patiënt Cyprian woont zelfstandig. Die dag komen hulpverleners hem halen voor een dwangopname. 4 politieagenten zijn erbij om te assisteren. Volgens de politie dreigt Cyprian met een mes. Daarop schieten ze hem neer. Ik hoor echt achter elkaar pop, 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 pop. Cyprian overlijdt een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Die chirurg die vroeg eigenlijk aan ons wat er gebeurd was. Want hij had nog nooit zoiets gezien. Nee. Zelfs criminelen komen met 1 of 2 schotwonden in, maar 6? Nee, dat was echt ongehoord. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie oordeelt op basis daarvan dat de agenten uit noodweer hebben gehandeld. De agenten worden niet vervolgd en de zaak wordt geseponeerd. We hebben het vertrouwelijke rapport van de Rijksrecherche in handen en reconstrueren in deze uitzending wat er die middag is gebeurd. We doen dat in de woning waar Cyprian is neergeschoten. Een minuut of 19 is het hier rustig geweest. En dan opeens breekt de hel los. Zembla onderzoekt hoe de gedwongen opname van een 23-jarige GGZ-patiënt zo mis kon gaan. En hoe het onderzoek daarna verliep. Er is een heel prominent scenario van het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer heeft een mes getrokken en daar hebben politiemensen op gereageerd. En waar je natuurlijk op zoek gaat in zo'n dossier, van zijn er andere verklaringen voor die gebeurtenissen? En die is er. Ik wens... Jij wens? Dat we een goed leven hebben. Dat iedereen 500 jaar leeft. Oh, 500, dat lijkt me ook wel. En gezond. Ja, en gezond. En ook gezond. Ja. Ik denk dat hij een jaar of... 6, 7 was. 6, 7 was. Ik zie hem nog zitten op die bank, op de rand van de bank. En toen zei hij, en dat zal ik nooit vergeten, want dat vind je vreselijk. Ik ben een mislukt kind. De Reale Gracht in Amsterdam. Hier wordt Cyprian geboren en woont hij bijna zijn hele verdere leven. Hij is enig kind van Robert Broekhuis en Nan Romeijn. Ze merken al snel dat Cyprian anders is dan andere kinderen. Cyprian kan niet meekomen op school. Hij kan pas laat lezen en schrijven. Hij is teruggetrokken. Jaren later krijgt Cyprian de diagnose autisme. Het praten heeft hem altijd moeite gekost. En dat was later, toen hij aan schizofrenie ging lijden, werd dat eigenlijk nog erger. Zou ik bijna extremer. Nou, volgens mij zijn we nu een film aan het maken, meneer. Oh, kom even in beeld, man. Dus toch... Oh, ga je een beetje geheimzinnig lopen doen? Tuurlijk. Cyprian kent zijn beste tijd in 2010 als hij naar de zeevaartschool gaat. Hij is dan 17 jaar oud en gaat voor het eerst reizen. Maar in de jaren daarna gaat het steeds slechter. Hij krijgt wanen en begint zijn ouders te wantrouwen. Het is januari 2013 als Cyprian zijn eerste psychose krijgt. Ik stond in de keuken bij het aanrecht en ik keek in zijn kamer. En hij keek me op een manier aan waar ik een beetje kippenvel van kreeg. Ik vond het griezelig. Een zwarte, donkere blik. Dat Cyprian psychotisch is, wordt de ouders duidelijk als hij op een dag door Amsterdam dwaalt. Hij denkt dat op de daken van de woningen scherpschutters zitten die het op hem gemunt hebben. Ik liep achter hem aan daar in de Grote Bikkerstraat en ik belde Nan op om te zeggen van hij is psychotisch. Ja, want wat zag je hem doen? Je zag hem naar het dak kijken, naar de dak kijken in de achterbakken van de auto's alles kijken. Alles controleren of daar misschien scherpschutters zaten. En toen zijn we de hele stad En hij heeft jouw oortje gecontroleerd of je... Of ik een oortje in had. Of je een oortje in had. 5 uur heb ik achter hem aangelopen. Waarvan... Je hebt het spel meegespeeld. Ja, hij was de commanding officer en ik was soldaat. En hij commandeerde mij waar we naartoe gingen. Hij verkeerde voorkomen in een waan.
Bij thuiskomst rent Cyprian naar de gracht voor hun woning om daarin zijn haar te gaan wassen. Hij denkt dat het kraanwater in huis vergiftigd is. Op advies van Cyprians psychiater bellen zijn ouders 112. De politie komt. Het is januari 2013. Het is de eerste gedwongen opname die Cyprian zal meemaken. En toen keken wij Siep na op het balkon. En toen zag ik dat hij geboeid was. Dat vind ik nog steeds... Sorry. Dat vind ik altijd nog een beeld. Ik snap van mezelf ook niet goed dat ik niet de tegenwoordigheid van geest heb gehad om mee te gaan. Maar ik denk dat wij ook zo overdonderd zijn geweest van die dagen daarvoor en van alles wat er gebeurd was. Dat is helemaal op een bepaalde manier langs me heen gegaan ook. Dus ik verwijt mezelf dat ik niet meegegaan ben toen. Ik zie Siep dus met zijn handen op zijn rug. Moet je je voorstellen dat je ziek bent. Midden in je psychose. Er is iets kapot op dat moment in de verhouding met je kind. Want je eigenlijk pleeg je verraad. Zo voelt dat voor hem, denk ik. En dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook zo in wezen. Aan de andere kant, wij vonden dat hij behandeld moest worden. Cyprian wordt gedwongen opgenomen op een gesloten afdeling van GGZ-instelling Mentrum. Uiteindelijk belandt hij in een begeleide woonvorm voor autisten. Cyprian gaat van crisis naar crisis. Ondanks zijn beperkingen heeft hij een diep verlangen om zelfstandig te worden. Hij schrijft en tekent. En Cyprian fotografeert veel. Daarnaast verdiept hij zich in alles wat met backpacken te maken heeft. Hij wil backpack-docent worden en begint te reizen. Hij trekt de bergen in en raakt zelfs een aantal keer vermist. Dat gebeurt in Noorwegen, Zwitserland en Schotland. De telefoon was de thermometer van ons leven. Dan zit je tandjakkend, hagelbijtend, zit je het moment af te wachten dat hij weer thuis is. Wie mag even los van de laatste aardbeien? Een jaar geleden wordt Cyprian in een woning in Amsterdam-Oost geplaatst. Ondanks dat hij steeds meer een zorgmeider wordt en zijn medicatie regelmatig weigert, gaat hij op de eerste verdieping van dit huis zelfstandig wonen. Af en toe komt hier iemand langs van de GGZ. En soms ook een medewerkster van begeleid wonen. We willen van de betrokken hulpverleningsinstanties weten waarom Cyprian hier wordt geplaatst. Maar zij willen vanwege de privacy van Cyprian niet op vragen over hem ingaan. Ik vond het een situatie die niet lang houdbaar was. Nee. Het was te geïsoleerd. Hij was te veel op zichzelf aangewezen. Hij was extreem eenzaam. Ja. Dit is de woning waarin Cyprian uiteindelijk neergeschoten wordt door de politie. Tijdens ons onderzoek krijgen we enkele weken toegang tot deze ruimte. Diverse sporen van het schietincident zijn hier nog zichtbaar. Zembla is in het bezit van het onderzoek dat de Rijksrecherche deed naar het schietincident. En ook van het rapport dat GGZ-instelling Arkin na het overlijden van Cyprian schreef. Het gaat om zeer vertrouwelijke stukken met daarin onder meer de getuigenverklaringen van de hulpverleners van Cyprian en van de schietende agenten. Een van de hulpverleners verklaart dat Cyprian regelmatig de deur niet voor hem opent en dat Cyprian de laatste maanden het dag- en nachtritme omdraait. Zijn gordijnen zijn bijna altijd dicht. We spreken hier met psychiater en onderzoeker Joost Acampo. Hij behandelt al bijna 30 jaar patiënten met ernstig psychiatrische stoornissen en met psychoses. Het dichthouden van de gordijnen, ja, dat is een ernstig teken van grote mate van angst, achterdocht, paranoïdie. En dat is iets waar je dan rekening mee moet houden. Dus het zou kunnen zeggen, nou oké, iemand voelt zich heel erg niet veilig. Acampo heeft op ons verzoek het dossier van Cyprian gelezen en herkent in Cyprian de patiënt die hij dagelijks behandelt.
Voor Acampo is deze zaak ook een voorbeeld van de volgens hem doorgeslagen drang om GGZ-patiënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Je ziet dus nu dat er heel veel toename is van dwangopnames, maar iedere dwangopname gaat vaak met wat spanning langs alle kanten gepaard. En dan kan het dus ook zo misgaan. En gelukkig is dat een zeldzaamheid, dit scenario, maar het kan vandaag nog weer gebeuren. Dick Gozeweer werkte ruim 30 jaar als rechercheur en als lid van een cold case team. Sinds zijn pensioen onderzoekt hij gerechtelijke dwalingen en fouten in politieonderzoeken. Ook onderzocht hij onlangs een schietincident waarbij agenten betrokken waren. Ook Gozeweer bestudeerde voor ons het Rijksrecherche-rapport. Ik had gedacht aan de hand van de beschrijving dat het heel krap zou zijn. Maar dat valt behoorlijk mee, moet ik zeggen. Meer ruimte dan ik verwacht had. 7 september vorig jaar. De vaste GGZ-verpleegkundige van Cyprian fietst door Amsterdam. Hij wordt gebeld door een collega-psychiater. Die staat voor de woning van Cyprian om hem gedwongen te laten opnemen. Maar hij komt niet binnen en kan Cyprian niet bereiken. De verpleegkundige schrikt. Ook hij probeert Cyprian te bellen, maar krijgt hem niet te pakken. Daarom fietst hij naar de woning van Cyprian. Hij probeert ondertussen de wijkagent te bereiken, maar ook dat lukt niet. Daarop belt de verpleegkundige met de meldkamer van de politie. De transcriptie van dat gesprek is in ons bezit. Hij vertelt de meldkamer dat hij 2 dagen ervoor nog bij Cyprian is geweest. Toen hij begon over een gedwongen opname, zei Cyprian dat hij hem zou gaan steken als hij niet weg zou gaan. Bij deze mensen is vaak het dreigen een teken van angst en niet van de intentie om iemand kwaad te doen. Vanwege de bedreiging vraagt de GGZ-verpleegkundige om assistentie van de politie. Eigenlijk heeft de politie helemaal geen zin om te komen. Pas als gezegd wordt, ja, maar het kan zijn dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Nou, dan schrikken ze ineens wakker. En dan staan binnen een paar minuten staan er 4 politieagenten voor de deur. Dat is veel meer dan die verplegers en die de arts hadden gewild. Voor de woning overleggen de agenten en de hulpverleners met elkaar. Opnieuw lukt het ze niet om Cyprian te bereiken. Ze laten daarom zijn woonbegeleidster komen. Die heeft als enige een sleutel van het pand. Het moeilijke in deze situatie is denk ik geweest dat men op 2 benen heeft gehinkt ter plekke. Enerzijds het been van, ach, het is een patiënt, die moet je niet serieus nemen wat hij zegt, letterlijke tekst. Langs de andere kant, ja maar we maken ons toch heel erg ongerust, want het zou zomaar een heel naar scenario kunnen worden. En dat is wat de politie dus vooral ook hoort. Om 14:45 's middags betreedt de politie de woning van Cyprian. Politie! 3 agenten voorop, daarachter de 3 hulpverleners en nog een agenten. 7 mensen in totaal. Politie! Politie! Deur open! Met veel lawaai en geschreeuw openen ze Cyprians deur. De onderzoekscommissie van GGZ-instelling Mentrum is daar kritisch over. In hun rapport staat: het binnentreden van de politie, specifiek bij deze autistische cliënt, werd als onnodig verontrustend en lawaaierig gezien. De hulpverleners hadden dit na de uitleg in het vooroverleg niet verwacht. Ineens gaat de deur open, met veel bombardie en lawaai wordt er eerst op de deur gebond en dan komen zeven mensen binnen. 7. Intimiderend. En vergeet niet, hij is autistisch. 1-op-1 situaties zijn te behappen. Maar zodra het meer worden dan 2, 3... Dat is voor hem heel moeilijk. Bij binnenkomst blijkt Cyprian in bed te liggen. De gordijnen zijn dicht. Hij heeft alleen een t-shirt en een onderbroek aan. 1 van de agenten verklaart later in een verhoor: het leek helemaal niet meer op poging tot zelfdoding. Ik hoorde dat de jongen nauwelijks sprak, sloom en afwezig. Ik kon zien en horen dat het geen normale jongen was. Er was totaal geen sprake van een dreigende situatie op dat moment. Als de hulpverleners Cyprian confronteren met de mondelinge dreiging van 2 dagen ervoor, herhaalt Cyprian die woorden. Hij zegt te gaan steken als hij mee moet.
De agent die later op Cyprian schiet, zegt daarover in het verhoor. Ik had niet de indruk dat dit echt serieus was. En had ook niet de indruk dat de arts en de verpleegkundige deze bedreiging echt serieus namen. Alle hulpverleners verlaten de slaapkamer om te overleggen en om met de kliniek te bellen over de opname. Ze gaan achter in de woning staan. Dat is spannend. Dan verlies je het contact met de patiënt en dan is het contact vooral met de politie. En dan is de politie met de perceptie van hier mogen geen ongelukken gebeuren op agressief niveau aan zet. Dus wit begint, blauw neemt over, zou ik haast willen zeggen. Cyprian gaat op de rand van zijn bed zitten en doet zijn workersbroek en zijn bergschoenen aan. Een van de agenten meldt aan de meldkamer dat alles rustig is. Cyprian is gespannen. Hij wrijft de hele tijd in zijn handen. In totaal zijn ze dan al 20 minuten in de woning. Al die tijd blijft Cyprian op de rand van zijn bed zitten. Hij heeft 2 agenten bij zijn bed staan. Daarachter staan er nog eens 2. Het simpele feit dat je als politieman hier gaat staan, is voor heel veel mensen al bedreigend. Hij zat op bed, dus je torent al boven hem uit. Dat geeft op een gegeven moment... Heel veel mensen zijn niet zo gek op de politie. Hij waarschijnlijk ook niet, want hij was al vaker tegen zijn wil opgenomen. Ja, waarom hou je die ruimte niet aan? Gewoon hier. Gewoon afstand nemen. Het is inderdaad imponerend voor iedereen, denk ik. Maar zeker voor een patiënt met deze achtergrond is het heel imponerend. Hè? Dus het is erg spannend, ja. Het is erg spannend. De spanning loopt nog verder op als een van de agenten Cyprian ineens vertelt dat hij hem gaat fouilleren. Men heeft het gedaan door hem aan te spreken zoals je iemand die niet verward is zou aanspreken. Dus wij gaan jou fouilleren. En waarom pleeg je niet overleg eerst met die deskundige voordat je zelfstandig besluit actie te ondernemen? Want de richtlijnen zijn dat je het initiatief laat aan de medici. En die waren er. Dus als jij al vindt dat die als professioneel vindt dat hij fouilleerd moet worden, dan kan jij gewoon even achterlopen en dan kan je naar die deskundige lopen en zeggen, moet luisteren. Ik vind voordat we iets gaan doen, dat we wel even moeten kijken of hij inderdaad een mes in zijn zak heeft. Dat gebeurt niet. De 3 hulpverleners staan achter in de woning. De woonbegeleidster verklaart later dat ze aan Cyprian's stem hoort dat hij boos wordt. Cyprian roept, hier heb ik niet om gevraagd. Een agent hoort hem roepen, je mag niet aan mij komen. 2 agenten verklaren dat Cyprian een mes tevoorschijn haalt. Ze schieten. Eén agent schiet 4 keer, een andere 2 keer. 6 kogels treffen Cyprian in zijn buik. De agent die 4 keer schiet, verklaart later tijdens het verhoor: ik dacht dat ik doodging. Broekhuis kwam met een mes dreigend op me af en ik was bang dat hij me neer ging steken. Ik heb de schoten achter elkaar afgegeven. Ik schoot uit pure angst. Hij was in paniek, hij was in doodsangst. Er was geen sprake van reden meer. Hij dacht echt van nou, kennelijk, hij gaat me doodsteken. Terwijl die nog op een redelijk afstand stond, terwijl die een steekvest aan had. En terwijl die, dat kun je hier zelf zien, toch wel degelijk ruimte had om weg te stappen. Maar hij zei zelf, ik was in doodsangst. Zijn collega, die 2 keer schiet, verklaart: ik ging op de automatische piloot. Tijdens het messenprogramma leren we ook aan dat wanneer er een mes in een situatie komt, je vuurwapen moet trekken. Ik had ook geen andere keus. Cyprian raakt levensgevaarlijk gewond. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis vlakbij zijn woning. Ze hadden hem schotwond genoemd, want ze hadden geen naam. Dus geef iemand dan kennelijk toch een naam. En ze hebben hem schotwond genoemd. Ja. Die chirurg die vroeg eigenlijk aan ons wat er gebeurd was. Want hij had nog nooit zoiets gezien. Nee. Zelfs criminelen komen met 1 of 2 schotwonden binnen, maar 6? Nee, dat was echt ongehoord. Cyprian Broekhuis overlijdt op donderdagmiddag 8 september om 2:30 in het ziekenhuis. Wanneer agenten hebben geschoten, doet de Rijksrecherche als onafhankelijke partij altijd onderzoek naar de toedracht van het schieten. Opvallend is echter dat de betrokken GGZ-hulpverleners niet door de Rijksrecherche worden gehoord.
maar door de Amsterdamse politie. Dat gebeurt direct na het incident, op het bureau waar de agenten die geschoten hebben voor werken. Dat is tegen de richtlijnen die daarvoor gelden. Dat is niet echt onpartijdig, want er zijn collega's van degene die hier opgetreden hebben. De betrokken agenten worden wel door de Rijksrecherche gehoord. Maar dat gebeurt niet meteen na het schietincident, ontdekken we. De agenten die niet hebben geschoten, worden een dag na het incident verhoord. Maar de schutters pas 2 dagen later. Terwijl de richtlijn is dat de verhoren binnen 24 uur moeten plaatsvinden. Alle betrokken agenten hebben op dat moment al een debriefing gehad op het politiebureau. En dan ontkom je er niet aan dat ze worden beïnvloed. We gaan naar de Vrije Universiteit Amsterdam om dat voor te leggen aan rechtspsycholoog Peter van Koppen. Ook van Koppen heeft voor ons het Rijksrecherche-rapport gelezen. Hij vindt het heel onverstandig dat de agenten zo laat zijn verhoord. Ja, je moet je voorstellen, je hebt iemand doodgeschoten. Dat betekent dat dat voortdurend door je hoofd speelt. Dat je voortdurend tegen met iedereen die je tegenkomt, tegen je vrouw of tegen je kinderen of tegen je moeder of tegen de andere politiemannen, daarover praat. Door dat praten erover en dat denken erover verandert je verhaal in je hoofd. Dat wordt coherenter, dat gaat beter in elkaar zitten. Je gaat voor dingen die je eigenlijk niet zo goed weet, ga je verklaringen zoeken. En dat gaat ook onderdeel uitmaken van je herinnering. Dus het 2 dagen kan desastreus zijn voor de verklaring van een getuige of een verdachte. Voor de betrouwbaarheid ervan? Ja, voor de waarde die je eraan kan hechten. Aan het begin van zijn verhoor vertelt de agent die 4 keer heeft geschoten dat hij 2 soorten antidepressiva gebruikt. Hij verklaart tegenover de Rijksrecherche dat de medicatie is goedgekeurd door de bedrijfsarts en dat hij geen last heeft van bijwerkingen. Een van de politiemans die slikt antidepressiva en hij zei, ja, maar het heeft niks met mijn werk te maken. Punt. En dan wordt er niet doorgevraagd van, goh, wat is er dan wel aan de hand? Waarom denk je dat het niks met je werk te maken heeft? Valt mij op in het dossier dat er wordt gevraagd, gebruik de medicatie? Ja, die 2 middelen, volgende vraag. Terwijl dit natuurlijk een heel epistel zou kunnen worden rondom deze ene bevinding. Want het is nogal een opmerkelijk ding. Ik zeg niet dat hij geschoten heeft omdat hij antidepressiva gebruikt. Maar het minste wat je mag doen als professionele organisaties, van kijken, is er een relatie? Voor zover wij weten, is er een probleem, vooral op het moment dat je bij bepaalde antidepressiva de dosis verandert. Dus als je aan het opbouwen bent of als je aan het afbouwen bent. Maar dat is voor een hele simpele vraag die je wel kan stellen. Heb je nu al langere tijd zelfs gebruik of ben je net begonnen of ben je er nu aan het ophouden? Als je begint met dat soort simpele vragen te stellen, dan kan je verder komen. Maar ja, die zijn niet gesteld. Was hij wel in staat om met gebruikmaking van die middelen, wetende wat hij mankeerde, om normaal als politieman te functioneren? Had hij die dag wel moeten werken? Precies. Was hij wel in staat om op straat te lopen en dan met een vuurwapen? Want met in alle eerlijkheid, ik wil de jongen niet ongelukkig maken. Maar ik kan objectief geen reden zien waarom iemand in zo'n situatie 4 keer schiet. Ik vind het echt, ik kan het niet begrijpen. Er valt nog iets op in het dossier. Medewerkers van de Forensische Opsporingsdienst en van de Rijksrecherche zijn op de dag van het schietincident van 3:30 middags tot 1:00 s'nachts in de woning van Cyprian om onderzoek te doen. Als ze 's nachts het pand verlaten, hebben ze het mes waar Cyprian mee gedreigd heeft niet gevonden. Nou, dat kan 2 dingen betekenen. 1, of ze hebben niet goed gezocht, of het mes lag er toen niet. Een medewerker van de Rijksrecherche stuurt 's nachts om 1:06 de rechtercommissaris dit sms'je. Doorzoeking nu beëindigd. 6 hulzen en 4 kogelpunten in beslag genomen. Geen mes aangetroffen. Daarna verzegelen ze de woning. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat kan gewoon niet. Niemand gaat weg voordat het mes gevonden is. Al zal je de hele woning 20 keer moeten onderzoeken, dat mes moet er voorschijn komen. Al zul je alle mensen die er geweest zijn moeten fiëren, dat mes moet boven tafel komen. Ja, dat is onbestaanbaar. En zo groot is het hier ook niet.
Ik denk, ja, het is niet echt een speld in een hooiberg, hè, in deze ruimte. En als het gaat dan om een mes van bijna 25 centimeter, ja, dan meestal ligt het dan ergens op de grond, zou ik zeggen, gezien het, de zwaartekracht. Hè. Dan is het eigenlijk vrij onvoorstelbaar dat je niet doorgaat met zoeken op de plaats ligt, of gaat doorvragen bij je tactische collega's van heeft iemand het mes meegenomen, voordat je naar huis gaat. De volgende dag wordt het mes alsnog gevonden. Dat gebeurt nadat de vrouwelijke agent is verhoord. Ze verklaart dat ze na het schieten het mes haar kant op zag rollen en dat ze het mes daarna een trap heeft gegeven. Na die verklaring vertrekt de Rijksrecherche opnieuw naar de woning van Cyprian. Binnen 5 minuten vinden ze het mes. Onder de bank. En die bank, die stond hier tegenover de schouw. Ik kan het wel op de tekening laten zien. Hier stond de bank. Daar is de deur. En onder deze bank vindt men dan een mes. Nummer 5 is de bank. En waar kwam die vandaan dan in die ruimte? Volgens de vrouwelijke agenten had ze hem hier vandaan deze kant op geschopt. Het vreemde is alleen, men vindt niet alleen een mes, maar precies even verwijderd eraan ligt een zakkant aan. En je hoeft niet heel lang daarna te kijken om te zeggen, ja, dat lijkt er niet op dat beide voorwerpen daar naartoe geschopt zijn. Die zijn daar neergelegd. Nou ja, dat betekent dus dat het scenario, het mes is later neergelegd, dat dat wat prominenter wordt. En dat je dus serieus moet onderzoeken wanneer het mes er nou echt is terechtgekomen. En hoe dat er terechtgekomen kan zijn. Ik kan me nog niet voorstellen dat als technische recherche serieus naar een mes gezocht heeft op de plaats ligt, dat men niet onder de bank gekeken heeft. Onder de bank wordt naast het mes dus ook een zaklantaarn gevonden. Gozeweer en Van Koppen zijn ervan overtuigd dat die daar niet toevallig terecht zijn gekomen. Je hoeft dan niet heel lang gestudeerd te hebben om hier te kunnen zien van jongens, die zijn er niet zomaar naartoe geschopt. Dat kan toch iedereen zien? Ze liggen zo precies naast elkaar, even weinig van elkaar. Voorkant van het mes, dat is hier, en de lamp gelijk. Dat moet bijna door iemand die op zijn knieën voor de bank staat neergelegd zijn. En als je dan hier omheen kijkt, er ligt nogal een behoorlijke laag stof, dan zie je geen schuifsporen. Dus dat wijst er ook op dat ze daar waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk zijn neergelegd. Dat scenario wordt aannemelijker als we deze 360 graden beelden bekijken van de kamer van Cyprian. De beelden zijn gemaakt door forensische experts op de avond van het schietincident. We laten ze ook aan Peter Van Koppen zien. Als die rotsje er toen lag, dan kan dat mes niet door het schoppen onder die bank terechtgekomen zijn. Je hebt een aantal spullen, die hebben je ambulancebroeders duidelijk achtergelaten. Maar dat zijn kleine dingen. Maar dan kom je terecht daar bij die kleding of dat doek in ieder geval wat ligt en die rugzakken die er liggen. En er is gewoon geen enkele manier om hier vandaan iets over de grond daarheen te schoppen. Bovendien is het nogal ver. Zelfs als er niks te liggen zou het nogal ver zijn om onder die bank terecht te komen. Dat mes rolt niet. Dat heeft een soort vierkant heft. En dat rolt gewoon niet. Misschien een beetje, maar niet over zo'n afstand. De dag na de vondst van het mes en de zaklantaarn worden ook de agenten verhoord die Cyprian hebben neergeschoten. Dus toen zij gehoord werden, wisten zij dat het mes inmiddels gevonden was en waar het gevonden was. Daar kun je dus, als je wil, je verklaring op aanpassen. Ik zeg niet dat het gebeurd is, maar dat kan wel. Daarom is het zo belangrijk om getuigen snel te ondervragen. Dan heb je altijd gesodemieter niet. De agent die 2 keer heeft geschoten, verklaart in zijn verhoor dat hij Cyprian heeft gefouilleerd nadat hij al was neergeschoten. Volgens hem vinden ze in Cyprians broekzak een zaklantaarn. We gingen Cyprian fouilleren nadat hij was neergeschoten en gereanimeerd moest worden. Dan denk je, ja, maar als je het mes al hebt, waarom doe je dat nog een keer? Voor een tweede mes, een derde mes? Maar dat zou best eens kunnen zijn dat hij dus helemaal geen mes in zijn handen had, maar een zaklantaarn. En dan wil je natuurlijk wel weten, had hij wel een mes bij zich? En om die reden is gaan fouilleren en op zoek naar een mes? Als hij dan toch eens gaan fouilleren. Maar dan gaat u heel ver, hè? Maar dat is aan de hand van alle verklaringen, is dat een reële mogelijkheid? Maar die mogelijkheid is nooit onderzocht. Dit zijn dingen in het dossier die je tegenkomt, die op andere scenario's wijzen. En heel simpelweg wijzen op het scenario dat de schutters, de schietende politiemannen, misschien per ongeluk een zaklantaartje hebben aangezien voor een mes. En het wijst om iets anders, namelijk dat dat mes
en die zaklantaarn daar later onder die bank zijn neergelegd. En dan is in ieder geval een hoop meer te onderzoeken dan er nu gedaan is. Na het lezen van alle getuigenverklaringen wordt dat scenario voor de deskundigen nog prominenter. Vooral omdat uiteindelijk alleen de twee schietende agenten het mes in Cyprians handen hebben gezien. En omdat hun beschrijvingen verschillen. De ene schutter zegt hij heeft hem met twee handen opgevouwen, opengevouwen. De ander zegt hij deed hem met één klik open. Als je naar het internet gaat, dan staat een filmpje op hoe je dit soort messen openmaakt. Dat doe je dus gewoon met één hand. Een knopje en dan zit er een mechanisme en je schaart hem zo rustig open. Twee verschillende verklaringen over hetzelfde mes. Er zijn dat over het algemeen details in een dossier waar je denkt van nou, het zal wel, soms zien mensen gewoon dingen iets anders. Maar in dit geval maakt het natuurlijk wat uit. Is er een echt mes geweest? En hoe gaat het mes open? En waarom zegt dan die ene wat anders dan de andere zegt over het openen van het mes? En dat wordt natuurlijk bij het beoordelen van die scenario's, is dat belangrijk als je dat goed onderzoekt. Daar komt ook nog eens een verklaring van de GGZ-verpleegkundige bij. Die vertelt in zijn verhoor dat een agent meteen na het schieten roept: ik dacht dat hij een mes of een wapen trok. De hulpverlener zegt: ik hoorde de politieman zeggen, ik dacht dat hij een mes had. En dat is een hele veelbetekenende verklaring. Dat kan onzin zijn, maar het is in ieder geval genoeg reden om dat heel serieus te onderzoeken. Ik dacht dat hij een mes trok. Dan moet toch, dan op zijn minst moet je dan toch twee scenario's voor ogen zien. Cyprian trok een mes en Cyprian trok geen mes. Maar men heeft dat tweede scenario van trok geen mes, hij heeft wel niet onderzocht. Het verhaal wat ik nu vertel is gewoon gebaseerd op basis wat de Rijksrecherche verzameld heeft. Dus als ze hun eigen stuk goed gelezen hadden, dan hadden ze zich moeten realiseren, wacht even, dit is ook een serieus scenario wat we moeten onderzoeken. En het verbaast me ook bij een serieus onderzoek als de Rijksrecherche dat men dat dan niet gedaan heeft. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche beslist de officier van justitie in februari van dit jaar dat de agenten hebben gehandeld uit noodweer. Ze worden niet vervolgd. De zaak wordt geseponeerd. De ouders van Cyprian starten daarop een zogenaamde artikel 12-procedure. Op die manier proberen ze via het gerechtshof alsnog vervolging af te dwingen. Iedereen kan een fout maken, maar dit is een hele rare fout. Dit kan niet. En dus moet het gewoon, de onderste steen moet boven. Vanwege de juridische procedure willen de politie Amsterdam, de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie niet aan deze uitzending meewerken. Op de vele vragen die we voor hen hebben, gaan ze niet in. Ze laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze het voor alle partijen verschrikkelijk vinden wat er is gebeurd. En dat het aan het gerechtshof is om de klacht van de ouders te beoordelen. Ze zeggen het hof niet voor de voeten te willen lopen in deze zaak. Als iemand doodgeschoten wordt, een ziek mens, en de officier van justitie is weigert een zaak te beginnen, dan word je als ouder in dit geval gedwongen die artikel 12 procedure te starten. En worden, ik vind het bijna statistisch hoe wij ons moeten verdiepen in de gang van zaken rond de dood van onze zoon. Terwijl ik echt van mening ben dat hij veilig had moeten aankomen, hoe dan ook. En dat ik nu, dat wij samen moeten lezen hoe hij kreunend op de grond ligt, dat vind ik wel ver gaan. Die mensen hebben er gewoon recht op dat goed wordt uitgezocht wat er nou gebeurd is. En ik durf te stellen, het is niet goed uitgezocht. De beslissing van de officier van justitie is niet genomen op grond van een goed onderbouwd onderzoek. En ik vind ook dat de beslissing niet aan hem was, maar aan de rechter moet worden voorbehouden. Volgende week in Zembla, nieuwe onthullingen over het UMC Utrecht. Kritische artsen lopen nog steeds gevaar. Ik wil niet in een tv-programma verschijnen. Jij zegt dus eigenlijk, het loopt nooit goed af met de klokkenluider. En dat is de reden waarom ik nu ook verder geen interview kan geven. Er speelt nog iets. De IGZ erkent dat er nog iets speelt. De cultuur is nog steeds niet dat wat die zou moeten zijn. Er speelt nog iets. Meld je aan voor onze nieuwsbrief op zembla.tv.